toch een korte introductie over de zaak. En die zaak die gaat zeer verkort weergegeven over het volgende. Forum voor Democratie wil voor recht laten verklaren dat de staat, en meer in het bijzonder de regering, onrechtmatig heeft gehandeld in de periode na het Oekraïne-referendum. Wij hebben ons sterk gemaakt in deze referendumcampagne voor het creëren van momentum onder de bevolking, waarin deze bewustmaking ook daadwerkelijk tot stand kwam. En men het gevoel kreeg, niet alleen dat er heel veel gaande is in Brussel waar we geen greep op hebben, maar ook dat wij daar als Nederlandse bevolking iets aan zouden kunnen doen door ons te organiseren. Dat momentum is gebroken door het eindeloze getreuzel van onze premier. En dit is niet alleen in onze ogen in strijd met de wet, maar het is ook in strijd met de democratische praktijk in alle ons omringende landen. We hebben gezien dat na de Brexit de volgende dag David Cameron aftrad. Ik kijk ook in de richting van de staat. De mensen zijn op de achterste rij gaan zitten. Ik weet niet of een van hen het wil doen. De advocaten kunnen het ook doen. Is het misschien goed om even kort en krachtig aan te geven voordat de pleidooi gaan beginnen wat voor de staat het belangrijkste is in deze zaak? Dat is een puur politiek debat, meneer de president. Dat behoort op plaats te vinden daar, zeker als je zo'n voorvechter van democratie bent. Dat zou meneer Baudet bij uitstek moeten doen. Dat moet plaatsvinden in het parlement en niet hier in de rechtszaal. Dat zou ik menen. Dat is volgens mij ook het belangrijkste punt van de staat. De discussie is puur politiek, moet in het parlement gevoerd worden. Er is inmiddels, dat kan niemand ontkennen, er is inmiddels een beslissing genomen. Er is gevraagd om een spoedadvies. Dat zal er komen. Dat wetsontwerp gaat vervolgens naar de Tweede Kamer. Daar vindt het debat plaats. Alle aspecten die vandaag aan de orde komen, komen daar ook aan de orde. En als sluitstuk de Eerste Kamer. En daar zou het primaat moeten liggen. Dus het standpunt van de staat is dat de rechter niet zou moeten ingrijpen in dit wetgevingsproces. Het is een typisch voorbeeld van een geval waarin de wetgever aan zet is en niet de rechter.